Goedemorgen, het is dag 6. Ik ben een half uur eerder opgestaan, zoals ik mezelf gisteren beloofd had. Ik ben nu eventjes mijn eigen coach geworden. Ik heb een voicebericht ingesproken en die heb ik als wekker gezet. Heeft geholpen, ik ben een half uur eerder uit bed gegaan. Ik heb veel langer met de honden kunnen lopen, wat ik ook fijn vond, omdat ik nu naar mijn werk moet. En wat het fijne dus is, omdat ik dus langer de tijd heb om alles weg te werken wat ik moet wegwerken, heb ik nu ook tussen de aloe vera drank en mijn smoothie nog dik een half uur gehad. En dat is super fijn, want wat ik eerst deed was, je moet vitaminepillen, dan moet je een half uur niks. Dan de aloe vera drank met water. En dan moet je nog een andere vitaminepil met heel veel water. En dan nog je smoothie. Nou, dan zit ik echt hartstikke vol. Vond ik niet fijn. En nu heb ik ook een half uur tussen de aloe vera met water en de smoothie. Dus dat is echt een succes. Nou, dat is een goed begin van deze. Hoi, toegekomen aan de lunch. Dat is dus bij mij in mijn geval weer lekker warme maaltijd. Omdat ik erachter kwam dat dat eigenlijk super goed bevalt. En dat mijn lijf het daar goed op doet. En nu wou ik eigenlijk wraps gaan maken vandaag. Met lekker veel groenten. En ik ga geen vleesvervanger doen. In mijn geval is dat vleesvervanger. Mensen die niet vegetarisch of veganistisch zijn, die kunnen gewoon vlees en vis eten. Daar ga ik op een andere dag denk ik even wat meer over vertellen. Over de gerechten die ook in het boekje staan, die mensen kunnen eten die niet zoals mij veganistisch eten. Zodat jullie wel begrijpen dat er superveel opties zijn en ik dus niet al die opties benut. Omdat het mijn eigen keuze is om plantaardig te eten. Nu wil ik wel wat met jullie delen. Stel je voor, je vindt het nou echt super moeilijk om zoveel groentes te eten. Dan is dit misschien een oplossing. Ik heb hier bloemkool. Ja, het ziet er anders uit dan dat je gewend bent van bloemkool. Maar ik heb het dus helemaal fijn gehakt in kleine stukjes. Waardoor het een beetje een gehaktstructuur krijgt. Nou heb ik dat met olijfolie heb ik daar overheen gegoten. En daardoorheen doe ik Mexicaanse kruiden. Mexicaanse kruiden voor bonen. Dus paprika, komijn en chili anjo. Whatever dat mag zijn. Wat je dan doet, is dat je dat dus helemaal. Nou, zoals je ziet, ik ben het lekker aan het mengen. En dan laat je dat even marineren. Dus dan laat je dat lekker intrekken. En wat je dan krijgt straks, dan ga ik het roerbakken. En dan wordt het wat zachter. En als ik het dan in de wrap stop met andere groentes, dan proeft dit, dan denk je hersenen, zeg maar, ja, die geven gewoon het seintje alsof je, zeg maar, gehakt in je wrap hebt. Terwijl het gewoon bloemkool is. Ja, een tip van Flip. Ik zou zeggen, probeer het eens. En natuurlijk, weet je, als je echt een vleeseter bent, zal je echt denken, nou, Lieslotte, een mooi verhaal, dit proeft niet naar gehakt. Maar probeer het eens. En ondanks dat je het misschien niet naar gehakt vindt, proeven. Ik denk wel dat je het een lekkere aanvulling op je wrap vindt als je een keer een dag vleesvrij zou willen. Of gewoon niet vleesvrij zou willen per se, maar meer groente wil eten. Kijk, zo ziet het er inmiddels uit. Ik weet niet of je het goed kunnen zien. Dat lijkt helemaal niet meer op bloemkool, hè? Verder heb ik ook nog zoete aardappel erbij, die ga ik ook in de wrap doen. En ik heb een rode bietenwrap. En ik ga er wel meer dan één eten hoor. Het is niet dat ik maar één eet. Wat dus het handige is, ik heb eventjes slim gedaan. Want je mag als vrouw zijnde dus een lunch of avondeten van 600 calorieën. En je hebt natuurlijk ook nog het lijstje met één portie, twee porties en zoveel als je wil. En wat dus handig is, vind ik slim van mezelf, is dat de, oh ja, ik heb ook nog spitskool, een spitskoolsalade. Lekker. En die doe ik ze ook in die wrap, zodat het echt een frisse bijt krijgt. Is dat spitskool en de bloemkool staan dus in het, je mag twee porties op een dag hiervan, aantal grammen. Dus eigenlijk heb ik zeg maar deze lunch ook gelijk de porties van de dag in verwerkt. Waardoor ik eigenlijk bijvoorbeeld dus drie wraps kan eten. Dat is toch slim. Of je kan het anders zien. Als ik gewoon vol zit naar twee wraps. Wat gewoon heel erg realistisch is. Is dat ik nog steeds onder de calorieën zit. En dat het daarmee een beetje mijn eis van dag 4 compenseert. Dat is
ik nog steeds hoog. Dus, lekker zoete aardappeltje erin, zodat ik wel echt goed gevuld ben. En, ready to eat. Nou, kijk, dit is dus mijn wrap. En ik moet het nu even zo doen, want ik zag dus als ik mijn camera veel te veel zo doe, dat hij dan de video ineens op de kop opslaat. En ik weet niet hoe ik dat normaal krijg. Dus sorry daarvoor als je straks, als het me nog steeds niet gelukt is en je hebt gewoon 1,5 minuut naar op de kop video gekeken. Spijt me zeer, het gaat toch om de boodschap, dus ik dacht, ik laat het maar zo. Maar dit is dus mijn wrap met de bloemkool. Nou, nou lekker scherp stellen hoor. Bloemkool, daarop zoete aardappeltje en mijn spitskoolsalade. En ja. Maar Lieselot, is dat nou echt lekker? Ja, dat is echt lekker. Ja. Smaken. Sommige smaken moet je gewoon proberen. Moet je gewoon eens voor gaan. En voor jezelf verrast laten staan. Net als die kersengember. Wie had dat gedacht? Dat was ook echt heel erg lekker. Wat trouwens nog lekkerder is met die bloemkool op die manier, is als je, wat is het, rode bieten, rode kool. Als je een rode koolsalade erbij maakt en een beetje met azijn en zo. Dat is pas lekker bij die bloemkool. Dan heb je hele frisse bijt. Want de bloemkool krijgt een beetje een licht pittige bijt van de kruiden. Ja, dat wou ik nog even gedeeld hebben, want dat is het wel echt waard om te proberen. En dan laat je de zoete aardappel hoor. Dan doe je gewoon lekker veel, nou of niet, het is maar net wat je zelf wil. Dit was weer een discussie met mezelf die ik graag deel. Toe aan het avondeten. Dit keer ga ik voor een vanille chocolade framboos shake. Dus ik heb bevroren framboosjes, want eigenlijk moet hier ook ijsklontjes bij, maar ja, daar hou ik niet van. Dus ik dacht, nou ja, dan hoef ik ze ook niet ontdooien. Kijk, ik heb gedoucht, dus ik zie er een beetje raar uit. Dit werkt dus ook niet. En wat je dus doet, is gewoon een theelepel cacaopoeder erbij. Ietsje meer doen. En dit is gewoon rauwe cacaopoeder. Gewoon echt rauwe cacaopoeder, dus niet van een merk die je zo door melk heen kan doen dat hij gelijk perfect is. Dit is echt rauw, dus het is een beetje bitter. Maar dat betekent, de rauwe cacao is dus daadwerkelijk wel redelijk gezond. Want er zitten niet allemaal suikers en melkpoeders en al dat soort dingen in. Nou, ik moet heel even kijken hoe ik dit even tactisch doe. Ik ben rechtshandig. En ik doe dus nu elke keer alles met links, omdat ik met rechts de telefoon vast heb. Dus als je denkt, jeetje, wat een klunzig figuur. Dat heeft alles daarmee te maken. Nou ja. Nou, cheers. Ja, goede combi. Vanille en framboos is altijd goed. Framboos en chocola is altijd goed. Chocola en vanille, altijd goed. Dus deze combi is sowieso gewoon goed. Ja. Ja. Ik kan er niks meer. Nou wil ik jullie eigenlijk vandaag de shakebeker laten zien. Dan denk je, nou, shakebeker laten zien, waarom? Nou, ik kwam dus ergens achter en misschien denkt de hele wereld, hoe dan? Dat is toch logisch, maar niet in mijn hoofd. Maar daar begin ik niet mee. Ik begin even met, nou ja, de shakebeker die krijg je dus in het C9 pakket. Die krijg je dus, deze zit er dan in. Dat is het dingetje, daar kom ik zo op terug. Maar wat ik zo fijn aan deze shakebeker vind, en ik heb meerdere shakebekers. Ten eerste wist ik 1,5 jaar geleden niet waarom er überhaupt een roosjesje in zat. Ik dacht, is dat zo dat je geen stukjes in je strot krijgt als je je fruit niet goed hebt gemixt? Maar nee, dat is ervoor, voor als mensen het ook niet weten, dat is ervoor dat je geen klontjes krijgt van je shake spul. Nou is dit een speciaal design. En ik vind dit echt een fantastische shakebeker. En dat komt omdat
niet alleen geen klontjes, maar op de een of andere manier lijkt dit ding in combinatie met de kwaliteit van de shakepoeder het op te kloppen tot een luchtig, schuimige vanillebedoeling. En dat is zo tof. Daar wordt het echt een stuk lekkerder van. Het is zeg maar niet van, oh, hier heb je gewoon melk met een vanillesmaakje. Maar het is echt gewoon een tractatie. Dus daarom wou ik dat eventjes delen. Dus dat is ideaal. En je kan het ook loshalen van elkaar. Vind ik ook fijn. Want ik hou ervan als je dingen goed schoon kan maken. Dus de shakebeker. En dit zat erin. En toen dacht ik, waarom krijg je er nog een maatbeker bij? Want er zit toch een schep al in de poeder. Ja, dit is echt super logisch. Toen ik zag toch ook, ja, duh. Alleen ik had de logica niet gelegd. Dit is voor als je dus weggaat en denkt, ik wil de shake pas maken als ik eraan toe ben. Dan doe je hier dus de poeder in. Hier dus alvast je melk naar keuze. Kijk hoor. Nou, toch fantastisch. Nou, en dan ben je eraan toe gekomen. Dan is het lunch of weet ik veel wat. En dan, hoppa. Dekseltje erop. Shake it, baby. Ik vind het fantastisch. Oh, mijn hond schiet bijna omhoog. Verder. We hadden nog even heel erg kort hebben over waarom die erin zit. Het is de Forever Light Ultra. En die ondersteunt een effectieve gewichtsbeheersing. Nou, in een handomdraai maak je dus een voedzame shake met 24 gram proteïne. Het geeft je een lange tijd een verzadigd gevoel. De proteïne die van soja is, heeft een laag vetgehalte en is lactosevrij. Nou, dus het helpt je met je op weg naar jouw streefgewicht. Het is in de smaken vanille en chocola. Het zit vol vitamines en mineralen. En het is koolhydraatarm. Dus ook voor mensen die koolhydraatarm eten. Het is koolhydraatarm. Even kijken hoor. Veel vitamines A, D, C en B. En ook belangrijke mineralen zoals magnesium en calcium. Nou ja, voel je fit en geniet dagelijks van de smaakvolle shakes. Nou, je kan het dus als aanvulling doen op sporten. Maar je kan het dus ook als ontbijt of lunch doen. Dan heb je dus allemaal recepten erbij. Zoals dus de shakes die ik al de hele week maak. Het zijn allemaal recepten die staan al in het boekje. Ik vind het echt fantastisch. Nou, ik moet zeggen, dag 6 is een groot succes. Ik vind het heerlijk. En ik ga ook zeker veel van deze producten blijven gebruiken. Dus ja. Ik hoop dat ik jullie morgen weer zie. En als er vragen zijn, let me know. Dan neem ik ze mee. Doeg!